Wat het weekend is. Hoppakee. Ik heb vol gewapen. Ja, juist 9. Kijk, dit is pure winst. Scoopy erbij. Joel Beukers hier met ome Woetroe. Ome Woetroe is weer helemaal terug in die vlog, zei. Kijk deze man dan, hè. Twee keer op een rij bijna, joh. Ja. Ik ben het echt, gewoon. Hij is het echt. Hoppakee. Hey, groeimaten. Wij gaan vandaag even die hele chest uit elkaar rammen. We gaan ook even wat schoudertjes erbij doen. Wat armen erbij doen. Het is zaterdagochtend. Woetroe heeft zijn hele kop eraf gezopen. Joel Beukers was lekker bij het gezinnetje thuis. Die heeft zich even goed gedragen, hoor. En nu zijn we bij de NDSM-werf. En nu gaan we even een keihard... Stel je voor dat we hier even een keiharde rave-party doen, nee? Nou, ik weet zeker dat Woetroe daar vanaf die glijbaan zo naar beneden rampt daar zo. Oud glijder, hoor. Ja. Nou, hey. Huh? Ja, wij gaan lekker. Nou, wacht even. Misschien kunnen de mensen in de reacties laten weten of ze een hele dikke rave-locatie weten. En dat we daar gewoon een fucking zieke rave gaan organiseren, hé? Hey? Lekker. Wat komt hij lekker, hè? We gaan nu naar de Gustav Gym, hè, Woetroe? Gustav Gym, ja. We gaan naar de Gustav Gym. We zien jullie zo meteen binnen. Kijken of het allemaal past in die garage met dat ding. Tot zo. Oh, wacht. Vergeet niet een blauw duimpje alvast omhoog te doen. En te reageren. Hoi! Zit je wel nou weer, joh? Moeten we dus even gaan trainen, joh? Ja, dit is de warme invloed. Jezus. Ik word echt lekker warm nu. Ik vind het heerlijk, zo'n saunaatje in de gym, weet je wel. Dat heb ik echt gemist. Ja, dat heb ik echt gemist. Gewoon dat clubgevoel. Het clubgevoel, ja. Ja, dat we gewoon... Ja, maar ik krijg het echt lekker warm, hoor. Hey. Kijk, daar gaan ze, hoor. Wilt u een scoopje erbij, Nou, lekker. Je moet wel een oude netjes, hè. Iets minder achter, echt, we houden het heel netjes nu. Niet lachen. Ik ken jou. Nee. Ik doe even een halve scoop nog. Nou, oké, 3/4. Wat het weekend is. Hoppakee. Ik heb een goed gewapen. Echt goed. Wat zegt hij? Nou, goed geslapen. Ik heb heel goed geslapen. Ik heb om 12:30 de fles gegeven aan Jim. En Dionne dus de volgende ochtend als eerste. Dus ik kon lekker tot 8:00 slapen. Goeie. Ja, wij zijn helemaal warm, het zweet zit op mijn voorhoofd. Dan zien jullie zo meteen in de gym. We hebben hele mooie tips voor de chest day, want dit wordt ook een serieuze vlog. Zeker. Doe alvast een blauw duimpje omhoog als je ons wilt zien bang drukken. En vergeet ons niet te volgen of te abonneren. Ja, goeiemate, we zijn hier bij de bankdruk. Ome Woetroe is er ook bij. Wij zijn helemaal warm geworden. We hebben eigenlijk korte sets gedaan, 2-3 reps, gewicht opbouwend. En we zijn nu beland bij de echte sets, werksets van 110 kilo. Ome Woetroe die gaat filmen, ik ga als eerst. Let's go. Ik zat in een spotje, hoor.
setje even toe. Dit is ook goed. Beentjes in de lucht inderdaad. De hipster fitness. Oké, okay, here we go. Ik vind het hartstikke netjes, toch? Dan hebben we te klagen, hé. Ja, het is wel netjes, toch? Het is wel lekker. Hè? Het gaat ook een beetje op het gevoel, hè. Ja. Ik zal die pomp maar lekker in. Daarom. En kijk, die pomp echt een beetje over moet doen. Dit is een Chester. Oh. Oeh. Nou, volgende set. Ja. Goeie maat, we zitten nu in set 2. We hebben 2-3 minuten rust gehad. Die zuurstof inhaleren, vul die longen met zuurstof, breng het naar die chest toe en breek die hele tent op. Niemand stond beneden, hoor. Dat kan niet, hoor. Oh, hoe bedoel jij bent? In gedaan, we moeten 110 kilo nog steeds. We doen 4 werksets met 110 kilo. Kom op. 10 reps, here we go. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Nog 3. Ook dat is een leerpuntje, ga niet zo veel zijn. Nog drie. Binnen een halve minuut moet je weer beginnen. Here we go. Al moet ook aan dit. 1, 2. Hey, even water halen, we moeten meer drinken. 3 minuten rust. Derde werkset. Beeld in dat je die fucking schijf door het dak heen. Wordt agressief. In plaats van dat het op je telefoontje zit de hele tijd. Rammen. Dus de timer. Hoe lang gaat dat door? Derde werkset. Eerste set 8. Tweede set 10. Weer minimaal naar de 10 toe. Zuurstof af en nog 2. Ja? Ja, toch? Dit is dus de definitie van de pure winst, dit. Hè? Die zit hier. Pure winst. Oké, schouderkoppen erop. De ader. Ja, die gaan ook trainen, hè, die schouders. De ader is er ook weer aanwezig hier. Kijk, dit is wel mooi hoor. Kijk, wat roep.
Je zat gewoon tijd trekken. Ja, ik wil. Jij ja, denkt, die Joël staat in het goede licht? Ik wil de pauze gewoon langer. Here we go. Yes, that's what we do. En die moeten we gewoon 10 reps doen. Ja. Anders zijn we losers. Vreet de hele stam op. Yes, tijd voor de laatste werkset. Here we go. Kom maar jongens, kom maar. Laatste werkset. 10 reps, let's go. Want voor iets minder dan 10. Kan. Maar niet uit hoe je omhoog gaat, zijn 10 keer omhoog. Erin. Even die pomp. Ja? Kom op. Here we go. Hoppakee. Ja, of stop hem in zijn retel, dan gaat hij harde bank drukken. Kom. Kom. Oké, nog 3. Die laatste 3 gaan in 1 keer. Ja? Kom. Even wachten, even wachten. Zuurstof, zuurstof. Goed, die zuurstof in die chest. Stuur het naar die chest, ja, zo ja. Stuur het naar die chest. Here we go. Here we go. Ja? Kom, Rozo. Kom. 1. Kom. Oh, jezus.
betreft echt zwaar hoor. En mijn oude lijf. Nog eentje, nog eentje. Ik moet zeggen, ik heb wel heel veel lekker geslapen hoor. Dat maakt wel het verschil, hè? Ik ben erbij. Maar maakt niet uit. Kom, we doen de laatste. Kom op, zelf. Ik ben er helemaal niet bij. Kom op. Kom op. Kom op. Heel lekker. Thumbs up. Thumbs up. Wat vind je van de chat? Die pomp zit er echt wel lekker in hoor. Oh, dit was kan je eens even zo staan met het licht? Zo. Dit is een mooi. Ja, pak het zo. Wat vinden jullie van de chat? Vind je het een mooie chest? Duimpje hoor. Stop er een duimpje in. Ik heb eigenlijk niet gespeeld. Oh. Die is heel hard op zijn schouder gevallen bij Valter, hè? Dutch Week. Wanneer was dat? In mei? Eind april, mei. Dus die heeft er nog steeds last van. Dus die gaat hem wat lichter doen en iets gecontroleerder nog. Oh, die set van mij was ook wel heel erg gecontroleerd net, hoor. Of niet, Wotel? Dat is heel gecontroleerd. Wow, kijk die Wotel even. En hij had het zwaar, hoor, vandaag. Maar je bent nu weer helemaal mannetje. Helemaal. Kijk hem hier zo shine dan zo. En ik Gustav Jim uit zo. Goeie maat, we zijn hier bij die reverse fly. We blijven lekker hier in het kaalstation. Dingetjes naar beneden. Yes. Kijk dan wel. Kijk die lijnen erop komen hier. Bam. De achterkant van mijn schouderkoppen. Moet die schouderkoppen ook weer een stuk groter van. Onderdeel natuurlijk van die kort droge bek hier van die man. Bam, kijk maar joh. De rechterrug. Plaats. Plaats. En met die kaas is extra zwaar, maar die spanning blijft erop. Hop. Dit is een oefening die doe je met heel weinig gewicht. Het is een kleine spiergroep hier. En als je hem goed wil pakken, is alleen dit gedeelte aan het werk. Hoe noemen we dit? Dit is de chest press. Ja, een soort hammer ding. Nee, dan niet van hammer. Dit is de man with the hammer. Kijk eens. Drie plakaten erop door. Ja. Dat kan natuurlijk ook. Dan wil je hem de chest open scheuren. Kom! Geïsoleerde oefening. Volle focus op de chest. En moet je dat ook zien. Nou, daar is hij aan het werk hoor hier. Kijk eens, die scheurt. Oh, lekker zeg. Lekker pop zo'n chips. Oh, jij bent hoe het ja, power. In één keer power. Kijk die chest weer om mijn hoed te houden. Kom, power. Rammen. Goed zo. Kom. Zo ja. Lekker man. Zo ja. Wauw, lekker melk hoor. Goed zo. Ja, groeimaten. Wij zijn, de training zit er gewoon op. Eigenlijk. Het is finito. We hebben gewoon zoveel gelift. Het is helemaal top zometeen. Oh, jammer dat het. Hele chest die zit vol hoor. Wat doe je nou jouw chest? Oh, hoor ik op dit. Nee, die hele chest die zit lekker vol. Wij gaan even de sauna in. Zelf met z'n tweeën. Nou ja, misschien zijn er wel meer. Misschien zijn er wel meer groeimaten. Hey, en kijk even dit artwork van onze vriend Jozef Ivanski. Mooi hoor. Dit is toch leuk om in je gym te hebben? Dan ga je dan thuis wel even. Ja, dat wil ik wel zeker thuis hebben staan. Bam. Ruggetje hoor. Oh, die hebben niet getraind natuurlijk. Nee, die hebben niet getraind, maar die zitten wel op. Hey, we sluiten hier die training af. We gaan nog even lekker de sauna heen. Ik hoop dat jullie wat hebben gehad aan de chest day tips. Laat even weten in de comments wat jullie allemaal willen zien. En of jullie ome Wutu nog een keertje terug willen zien. Geef een blauw duimpje in Wutu's reet omhoog. We zien jullie allemaal de volgende keer. Kut! We'll be right back.